En de Algemene Bevrijding- en Ontwikkelingspartij ABOP heeft vanmorgen een jongerencongres georganiseerd. De partij erkent namelijk sinds haar oprichting het belang van jongerenparticipatie in besluitvormingsprocessen. De partij heeft enkele maanden terug een landelijk jongerenplatform opgericht met als doel meer structuur te brengen in het jongerenbeleid en het ABOP jongerenbestuur nieuw leven in te blazen. Tijdens dit jongerencongres, waarbij jongeren van alle districten vertegenwoordigd waren, is er een jongerenvoorzitter gekozen. Ook is het ABOP landelijk jongerenbestuur geïnstalleerd. Bestuurskandidaat Fariel Antjes Renfrum vertelt meer over het congres. Waarbij jongeren van verschillende districten of alle districten in Paramaribo zijn gekomen om hun stem te laten horen over de problemen en de knelpunten waarmee jongeren zitten. Dus we hebben vandaag ook opening van onze nieuwe coördinatiecentrum, ABOP coördinatiecentrum aan de Keizerstraat. En er zal ook stemming plaatsvinden voor de voorzitter van het jongerenbestuur van de ABOP. Ja, ik ben ook kandidaat. Ik wil aan de jongeren zeggen, er is altijd hoop. Wij zijn de toekomst, werk aan je toekomst. Stel je doelen en ga voor maximale inzet. Zet je maximaal in en je zal de resultaten, de vruchten ervan plukken. Mijn rol in dit alles, ik ben allrounder. Maar mijn hoofdtaak is dat ik hoofd ben van media, jongeren, team. De opkomst, ja, we hadden eigenlijk meer verwacht. Maar de tijd is nog vroeg, dus we verwachten meer mensen en... We hopen dat ze de nodige informaties krijgen, want het is nu gaande. Dat is het zo een beetje, het is nu gaande en we zijn blij voor wat we nu zien. Na vandaag is het dat de landelijke bestuur wordt gekozen. En die gaat het geheel voor de jongeren regelen, zodat we weten wat de gebrekken zijn in het geheel van onze ABOP jongeren. En ja, degenen die zich nog moeten aansluiten. Aldus Elisa Keinswijk-Kastiel, hoofd van het media jongerenteam. Nadat het jongerenbestuur is samengesteld, zal er samen met het hoofdbestuur gewerkt worden aan het landelijk jongerenbeleid. Het ABOP Jongerencongres 2018 is gehouden in het ABOP Centrum aan de Verlengde Keizerstraat. Als voorzitter van het jongerenbestuur is gekozen Stefanus Ligori. Hij is gekozen uit een totaal van 6 kandidaten.